Vandaag een antwoord op de vraag van Bas. Bas heeft vorig jaar een nieuwe functie gekregen. Een functie waarbij hij de hele dag in zijn kantoor zit, op zijn luie kont op een bureaustoel zit. Die functie is veel minder lichamelijk inspannend dan zijn vorige functie. En hij doet dit nu al een poosje. En hij begon, na een poosje, begon Bas zijn fysieke inspanningen, die bij zijn vorige functie hoorden, flink te missen. Dus heeft hij besloten om dat wel in te gaan halen en om 's avonds te gaan sporten. Flink intensieve sport om echt even het gevoel te krijgen: ja, ik doe nog eens wat, ik kom nog eens van mijn luie kont. Kettlebell training is hij gaan doen. Nou, dat doet hij 's avonds omdat hij gewoon een volle werkweek heeft, volle werkdagen. Wat merkt Bas sindsdien? Bas merkt dat hij de avonden waarop hij sport, dat hij een enorm opgeblazen gevoel heeft. Een opgeblazen buik heeft, een bolle buik heeft. Iets wat hij normaal gesproken op avonden dat hij niet sport, ook niet heeft. En normaal gesproken toen hij gewoon wisselend actief was door de dag heen ook niet had. Dus de vraag van Bas is: hoe kan het dat ik sinds ik ben gaan sporten met zo'n opgeblazen bolle buikkamp? Nou, Bas, laten we eerst eens begrijpen waar een bolle opgeblazen buik uit voortkomt. En dan verbanden gaan bespreken en ontdekken. Of andersom, ontdekken en vervolgens bespreken. Een bolle opgeblazen buik is vaak het gevolg van gasvorming. Gassen nemen namelijk ruimte in. Gasvorming in je maag en of darmen, je spijsverteringskanaal. Wanneer vindt gasvorming plaats? Gasvorming vindt plaats wanneer de voedingsstoffen in je spijsverteringskanaal niet enzymatisch gesplitst worden en vervolgens na splitsing als enkelvoudige moleculen opgenomen worden in je darmwand, in het eerste deel van je dunne darm en vervolgens in je lijf belanden, maar wanneer voedingsstoffen op een andere manier, bijvoorbeeld met behulp van bacteriën, afgebroken worden. Bacteriële afbraak veroorzaakt namelijk gasvorming. En gassen nemen er dus ruimte in en doen je buik opbollen. Het feit dat jij merkt op de avonden na het sporten, op de avonden van sport, een opgeblazen buik te hebben en anders niet, doet dus vermoeden dat op die avonden de normale vertering van de stoffen aanwezig in je voeding niet heeft plaatsgevonden, maar dat er een andere afbraak waarbij gasvorming plaatsvindt, heeft plaatsgevonden op die avonden, waardoor jij een bolle buik hebt gekregen. Wat is er aan de orde op het moment dat jij gaat sporten? Op het moment dat jij gaat sporten, dan heerst er stress in je lijf. Heerst er een verhoogde energiebehoefte en een verhoogd verbruik in je spieren, maar je lichaam die heeft vervolgens ook nog eens een bloedsuikerspiegel te bewaken. Dus alle suiker die in je bloedbaan zit, als het naar je spieren gaat, wow, dan val jij dood neer. Dus er heerst paniek. Er moet afgifte van het stresshormoon adrenaline plaatsvinden ten tijde van een intensieve beoefening van sport, die vervolgens zorgt voor de uitputting van je brandstofvoorraden, je glycogeenreserve, zodat aan de verhoogde energiebehoefte in je lijf tegemoet gekomen kan worden zonder dat jij dood neervalt. Is wel prettig natuurlijk. Nou, ten tijde van die stresssituatie en de afgifte van adrenaline, dan heeft je lichaam maar één prioriteit, namelijk overleving. En dus dat evenwicht in je bloedbaan, wat altijd moet heersen, waaronder een gehalte aan glucose, wat altijd aanwezig moet zijn in je bloedbaan, om dat te bewaken. Nou, op zo'n moment van acute stress, dat je lichaam er alles aan doet om maar dat evenwicht in je bloedbaan, die ideale voedingsstofsamenstelling in je bloedbaan te bewaken, dan is je lichaam niet bezig met de doorbloeding van toch wel net even wat minder belangrijke weefsels, zoals je spijsverteringskanaal. Dus de doorbloeding van je maag en darmen ligt op zijn gat ten tijde van de afgifte van adrenaline, dus ten tijde van het sporten. Bas, je hebt me verteld dat jij dus sport na je werk.
En dan ga je eerst nog altijd naar huis en eet jij even snel iets wat jou nog eventjes wat brandstof verschaft. Je eet een broodje of een keer zo'n makkelijke noedelmaaltijd waar je enkel heet water bij hoeft te gooien. Nou, op het moment dat jij dus gaat spotten en dus op het moment dat jij die afgifte van adrenaline veroorzaakt en de bloeding van je maag en darmen stopt, zit er dus voeding in jouw maag. En daar is al is maagzuur bij. Maar op dat moment, ten tijde van het spotten en de afgifte van adrenaline, stopt de bloeding van je spijsverteringskanaal. En stopt dus ook de werking van je maag. Wat stopt dan? De afgifte van spijsverteringssappen. De afgifte van maag-darmhormonen. Maar ook de peristaltiek. De kneedbewegingen van je maagwand- en darmwandspieren. Die zorgen voor voortstuwing. Ook het openen en sluiten van sluitspieren. Dus zoals de sluitspier onderaan je maag, dat vindt op dat moment niet plaats. Waardoor hetgeen je hebt gegeten, in jouw geval vaak een broodje of zo'n noedelmaaltijd, en wat in jouw maag aanwezig is, op het moment dat jij gaat spotten, dat er niks mee gebeurt. Dat ligt gewoon stil te liggen. En wanneer een koolhydraatrijke maaltijd, een zetmeelrijke maaltijd, wanneer dat stil ligt in een zuur milieu, wat kan er dan gaan plaatsvinden? Afbraak! Afbraak van koolhydraten tot onder andere het molecuul koolzuur. Gas. Dat is ook wat plaatsvindt als je bijvoorbeeld wijn gaat maken. Hè? Dan moet daar zuur bij, dan gaat het gisten. Komen gassen bij vrij. Dat vindt dus plaats in jouw maag op het moment dat een maaltijd waarin koolhydraten, zetmeel aanwezig is, langer dan gebruikelijk, want normaal gesproken de planten in je maag worden sappen afgegeven, wordt gekneed. En vervolgens gaat die sluitspier over en het belandt in je darm. Dan komen de andere sappen bij, die het ontzuren en dan is er niet zo heel veel kans om vergisting en dus gasvorming, koolzuurgasvorming plaats te laten vinden. Maar dat is nu dus wel geweest wegens het stoppen van de werking van jouw maag en darm. Ten tijde van activiteit. Dus als antwoord op je vraag, Bas, hoe kan het dat op dagen dat ik 's avonds spot opeens een opgeblazen buik heb? Dat komt omdat gasvorming ontstaat wanneer vooral koolhydraten stil komen te liggen in een zuur milieu. Dan kunnen deze koolhydraten gaan gisten en daar komen gassen bij vrij. En gassen hebben ruimte nodig en dat doet jouw buik opbollen.